Naast mij zit Dieter Goossens van het agentschap Innoveren en Ondernemen. Hij is medeverantwoordelijk voor deze subsidie en gaat jullie in een aantal slides toelichten wat er verwacht wordt en hoe dat het proces loopt. Dieter, aan jou het woord. Dank u wel, Cathy. De Vlaamse economie vernieuwen door eigenlijk de KMO's een stukje een ondersteuning te gaan geven, zodanig dat die KMO's zichzelf ook vernieuwen. En zich op die manier klaarmaken voor de toekomst. Ja, we zitten in snel evoluerende markten. Dus eigenlijk wat je daar zegt, is de KMO's moeten competitief kunnen blijven ten opzichte van hun concurrenten. Ja, absoluut. Ja. Competitief ten opzichte van de concurrenten in binnenland, maar ook in het buitenland. Ja. Want de wereld globaliseert steeds meer en de Vlaamse economie, als een open economie, is daar zeker niet ongevoelig aan. Eigenlijk richten we ons op een heel specifieke doelgroep. Een doelgroep van KMO's met een vestiging in Vlaanderen. Dus er zijn geen vennootschappen die dat we uitsluiten. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Het moet gaan over een onderneming. Hè. Dus ja, het moet een rechtspersoonlijkheid zijn. Rechtspersoonlijkheid, maar ook de bedoeling om winst te maken. VZW's gaan we niet steunen. Twee, het is een Vlaamse subsidiemaatregel. Hè. De KMO's moeten een vesting hebben in Vlaanderen. En drie, heel belangrijk, het gaat over KMO's die dat een aantoonbare groeiambitie hebben. En dat is denk ik wel een criterium die dat de doelgroep onderscheidt van al de andere KMO's. Het gaat over het project, het idee dat ze hebben om zich te gaan heroriënteren. We geven eigenlijk een ondersteuning voor zowel een adviseur die dat wordt ingehuurd om een groeitraject te realiseren, en dat kan je ook kiezen, voor een strategische medewerker die daar aangeworven wordt. Om jouw groeitraject, om dat te realiseren. Bestaande producten op nieuwe markten brengen, internationalisering, of nieuwe producten op de markt brengen. Hè. Dat is dan innovatie. Ja. En de twee elementen vereisen dan ook een transformatie en een heroriëntering van jouw bedrijf. En dat is het uitgangspunt dat we genomen hebben om de beoordelingscriteria van het groeitraject aan op te hangen. Criterium 1 hebben we visie op economische groei genoemd. Bedoelen we daarmee dat je een project hebt als bedrijf? Wat ga je doen? En onthoud dan de les die dat we zelf gekregen hebben van een van de collega-ondernemers. Hè. Groeien doe je niet door een beetje harder en een beetje langer en een beetje efficiënter te werken. Dat is professionalisering. Ja. Echt groeien, ambitieuze groei, is iets nieuws doen. Bestaande producten op nieuwe markten brengen. Of... Dus waar ligt uw ambitie en hoe moet je dat dan eigenlijk gaan waarmaken? Ja. Ja. Dus één, visie op economische groei. Ja. Een nieuw project. Ja. Innoveren, internationaliseren, noem maar op. Maar een nieuw project is niet voldoende. Nee. Het moet ook voor jouw onderneming een kanteling betekenen. Ja. Iets wat er nog niet is, dat je nu kan gaan bereiken. En dat is dan inderdaad met een innovatie, maar zeker met internationaliseren. Hè? Als je nog niet op internationale markten bent. Het zal altijd afhangen van de context. Kantelmoment is de impact op jouw eigen onderneming. Ja. Stel dat je een winkel hebt en ik wil een tweede filiaal van mijn winkel openen. Ja. Als dit jouw eerste winkel was en ga een tweede winkel openen, er zal van alles veranderen in jouw organisatie. Ja. De impact voor jouw bedrijf is enorm. Maar we weten allemaal, als een bedrijf met verschillende filialen een 16e of een 17e filiaal opendoet, dan gaat dat geen kantelmoment meer zijn. Nee. De stap is hetzelfde. Het gaat over een nieuwe winkel openen of een nieuwe locatie, maar het is in het ene geval wel een kantelmoment, in het andere geval niet. Dat is het tweede criterium, kantelmoment. Een kantelmoment is eigenlijk... Wat betekent het voor jou? Ja, en welke onderliggende processen worden er dan ook beïnvloed? Absoluut. Ja. Het gaat over, wat is de impact op jouw onderneming? Ja. Als je dat doet, hè, visie op economische groei. Ik wil binnen 5 jaar, 10 jaar, zoveel groei realiseren. En om die groei te realiseren, ga ik iets doen. Hè, ja. Harder werken. Ja. Dat gingen we. Dat gaan we allemaal doen, wel maar doen, daarmee maar komen daar, we niet. Ja. Twee, als ik dat doe, heeft dat een impact op mijn onderneming. Het zorgt voor een kantelmoment. Ja. En dat zijn de twee criteria
om jouw business case eigenlijk af te toetsen, om het verhaal af te toetsen? Om af te toetsen van, past mijn verhaal binnen dit subsidieprogramma? Klopt. Het derde criterium gaat niet over wat je gaat doen, maar de wijze waarop dat je dat gaat uitvoeren. Ja. De onderbouwde aanpak. We verwachten dat je toch wel een idee hebt over hoe dat je die groei gaat realiseren. Mm-hmm. En als we bij de visie op economische groei zeggen, binnen 10 jaar of binnen 5 jaar willen we daar staan. In het tweede criterium hebben we uitgelegd wat dat dit zal betekenen voor onze eigen onderneming. Ja. Ja, dan volgt daar logischerwijs de onderbouwde aanpak aan uit. Namelijk, als dat de elementen zijn die veranderd worden, of die dat geïmpacteerd zijn, dan gaan we daarop moeten werken. Hm. En dat willen we dan ook in jouw plan van aanpak zien. Ja. En die onderbouwde aanpak gaat ook verder dan de subsidieaanvraag. De periode van de subsidieaanvraag, van de expertise die je aanvraagt. Hè? Absoluut. Als we die onderbouwde aanpak uittekenen, dan weten we dat ambitieuze ondernemers heel wat zelf gaan kunnen. Maar voor die zaken waar dat ze minder in onderlegd zijn, gaan we dan die kennis subsidiëren. We hebben daarnet gezegd, je kan subsidie krijgen voor hetzij de aanwerving van een strategisch profiel, hetzij een consultant waarop dat je beroep doet. Wel, zowel de aanwerving als de consultant zullen een verantwoordelijkheid moeten opnemen en cruciaal moeten zijn om dit groeitraject te realiseren. Je zou kunnen stellen, het gaat over competenties die dat we in huis halen en niet over extra capaciteit. Als ik dit hoor, gaat de KMO-groeisubsidie ook duidelijk stappen verder dan bijvoorbeeld een KMO-portefeuille. Ja, absoluut. Dus de adviseurs waar dat we hierop gaan beroep doen, zijn uiteraard vaak dezelfde als bij KMO-portefeuille. Maar de finaliteit van de opdracht is net om die groei te realiseren. Ja. En als we daar net het voorbeeld aan hebben gehaald, je kan je onderneming professionaliseren, zorgen dat de processen efficiënter lopen, zorgen dat alles beter georganiseerd is. Dat is typisch voor de KMO-portefeuille. Ja. Dagelijkse professionalisering, beter worden, wat dat elk bedrijf altijd moet doen. Ja. Maar op de ogenblikken, of op die momenten dat je jezelf gaat heroriënteren en dat je iets nieuws gaat doen, om daar een stukje de strategiebepaling te gaan mee vormgeven, of om minstens het traject te gaan uittekenen, hoe dat je daar moet gaan geraken, kan je dan gaan beroep doen op de groeisubsidie. Ja. Dit zijn ook de zaken die aan bod komen in de template, de aanvraagtemplate. We hebben al toegelicht waar dat er aandacht op gevestigd moet worden, maar zijn er een aantal zaken die jullie veel zien terugkomen, fouten, extra aandachtspunten voor ondernemers? Als ondernemers hun ambitie of hun dromen op papier zetten, dat er ook steeds wordt bijverteld of wordt weergegeven waar dat ze vandaag staan. Ja. Wij moeten een beslissing kunnen nemen over het verschil. Hè. Is jouw groeitraject, hetgeen wat je morgen gaat doen, voldoende nieuw ten opzichte van wat je vandaag doet? Ja. En het is logisch dat je alleen over je dromen en je ambities wilt vertellen, maar het is wel belangrijk om te weten wat je vandaag doet om verschil te kunnen zien. Ja, je moet duidelijk kunnen maken wat dat je delta is. Hè. Dus, ja. Ja, dus waar sta je vandaag, hè, en waar wil je morgen naartoe? Ja. Dus uiteraard willen we graag weten waar je morgen naartoe wilt. Dat is het cruciale, dat is de visie op groei. Maar we willen ook wel weten waar je vandaag staat. Hm. Het subsidiebedrag, dat is natuurlijk ook interessant om te weten. Wat kan je er juist voor krijgen? Met de KMO-groeisubsidie kan je 50.000 euro subsidie krijgen. Per bedrijf, per jaar, per groeitraject. Ja. Dat is 3 keer per. Ja. En dat geeft ook een beetje de context aan. Wat we daarnet zeiden, we willen de drempel verlagen. Wij gaan jouw groeitraject niet subsidiëren. Dat doe je zelf. Het zijn de KMO's die dat de economie doen draaien. Mm-hmm. Dat is niet subsidie. Dus we willen je op weg helpen. Je krijgt eenmalig een subsidie. 50.000 euro. En je kan die zelf besteden. 25.000 euro voor advies. Of is het eigenlijk 25.000 euro voor aanwerving. Ja. Ja, en gecombineerd is dat dan 50.000 euro. Het subsidiepercentage is 50%. Dus een groeitraject kan maximaal 100.000 euro bedragen. Uiteraard zal de kost van uw groei daar niet mee gedekt zijn. Maar dat is alleszins het project waar dat wij dan subsidie voor kunnen geven. Ja. Je hoeft je dossier niet ineens in te dienen.
Het is mogelijk om je groeitraject uit te breiden terwijl je bezig bent. We spreken daarom ook, en ik weet, het is semantiek, maar we spreken over trajecten, niet over projecten. Uh-huh. Een traject is iets wat je doorloopt en dat en cours de route, zeggen ze in het Frans, kan wijzigen. En het is bijvoorbeeld dus je weet mogelijk, eigenlijk dat je van punt A naar punt B wilt, maar hoe dat je er exact naartoe gaat. Je weet welke stappen dat je moet doorlopen, ja. Maar er kunnen bijkomende opportuniteiten komen. Er kunnen afwijkingen optreden. Is het dat wat je bedoelt? Er zullen afwijkingen komen. En er zullen andere richtingen uitgaan. Ik denk dat het ook een dynamisch gegeven is. Dat is daar net al aangegeven. Maar we gaan daar in de subsidie ook proberen mee rekening te houden. Dus we kunnen die subsidie eenmalig uitbreiden. Je start bijvoorbeeld met een aanvraag voor consultancy. Adviseur begeleidt u in uw traject om een aantal stappen te zetten. Bijvoorbeeld, we gaan een nieuw filiaal open doen. Het kan een winkel zijn, het kan iets totaal anders zijn. Eens dat het filiaal er is, lijkt het je nodig om iemand aan te werven. Wel, dan kan je de subsidie eenmalig uitbreiden en kan je ook nog eens een subsidie vragen voor die aanwerving. Belangrijk, dit gebeurt binnen de beperkingen van de subsidie, dus 50.000 euro per bedrijf, per traject, per jaar. En de aanvraag tot uitbreiding dien je in binnen het jaar na de goedkeuring van de subsidie. Uiteindelijke project heb je 2 jaar om af te werken, maar stel dat iemand gaat aanwerven, dan is het wel noodzakelijk dat je die aanvraag doet binnen je eerste jaar, want anders zouden we bijvoorbeeld de aanwerving geen volledig jaar kunnen subsidiëren. Natuurlijk moet het nog ingediend worden. Vooraleer dat je indient, hebben we daar als agentschap ook adviseurs in de provincies zitten die dat je kunnen helpen. Dus als je als bedrijf start en je denkt van ja, dat groeitraject, dat lijkt wel iets voor mij, ik heb wel ideeën, maar ik wil dat wat uitgezuiverd zien. Wel, in elke provincie hebben wij een kantoor en daarin zitten, of daar werken adviseurs die dat klankbord kunnen zijn voor het bedrijf. Ja, dus je kan eigenlijk al zeker de eerste 2 criteria aftoetsen van is mijn visie op economische groei uitgewerkt genoeg? Hè? Is die helder genoeg? En spreken we effectief over een kantelmoment? En eventueel ook toeleiding naar een extern adviesbureau, mocht dat nog niet geweten zijn bij de ondernemer. Kan, hè. Ja. Ik denk dat het klankbord sowieso ook verder gaat als de groeisubsidie. In wezen ben je als ondernemer op zoek naar iets groots. En de KMO-groeisubsidie gaat over een heroriëntering of een transformatie van jouw bedrijf. Wij ondersteunen een stuk externe kennis met de groeisubsidie om die transformatie te realiseren. Maar er zijn wellicht ook andere steuninstrumenten die ditzelfde groeitraject kunnen gaan ondersteunen. Ik denk dat de adviseurs daar absoluut een meerwaarde kunnen hebben. Maar het is niet verplicht. In wezen is het al sinds onze ambitie, of dat we die realiseren, daar kan ik me niet over uitspreken, om het proces zo eenvoudig mogelijk te maken dat je ook zonder begeleiding een dossier kunt indienen. Mm-hmm. Een ondernemer moet, als hij de stukken leest, zelf een steunaanvraag kunnen doen. Dient het dossier in, komt er op de mondelinge toelichting en er volgt een beslissing. Ja. Nu, het indienen van het dossier zelf dan, waaruit bestaat het, verloopt volledig digitaal. In de eerste plaats, dus onze applicatie of de webplek waar je het dossier kan indienen, vind je terug op de website van het agentschap Innoveren en Ondernemen. We vragen daar een aantal gegevens, maar enkel die gegevens die dat we nog niet hebben. Dus onze applicatie is gekoppeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. We gaan zelf een aantal toetsingen doen. Mm-hmm. Heb je een vestiging in Vlaanderen? Ja. Ben je wel degelijk een onderneming? Noem maar op. We gaan steeds vragen wie dat indiener is, mm-hmm. wie dient het dossier in en wie dat de contactpersoon is. Ja. Dat is een belangrijke nuance. Want je kan bijvoorbeeld als bedrijfsleider vragen aan een van jouw medewerkers om het dossier in te dienen. Maar de contactpersoon die dat we graag ontmoeten tijdens de mondelinge toelichting en die dat de duiding kan geven over wat het groeitraject van het bedrijf is, mm-hmm. hoe dat ze gaan innoveren, transformeren, internationaliseren, die moeten we wel hebben. En daar zal die medewerker misschien wel, maar niet altijd, de geknipte persoon voor zijn. Naast
de gegevens die we vragen in het webformulier, hebben we ook een projectbeschrijving. Die projectbeschrijving die bestaat uit een aantal open en gesloten vragen om een richting te geven. En die is opgebouwd volgens de 4 beoordelingscriteria. Ja. Er zijn een aantal andere bijlagen die worden opgeladen. Als je samenwerkt met een adviseur, willen we graag de getekende overeenkomst zien. De overeenkomst is getekend en ook voldoende concreet. Het gaat over toch niet onaanzienlijke bedragen. Dus zowel voor de beide partijen, de ondernemer en zijn adviseur die dan een engagement aangaan, als voor ons als Vlaamse overheid, is het toch wel belangrijk om te kunnen nakijken wat gaat er daar juist gebeuren. Welke tijdspannen, wat zijn de verwachtingen? En dat dat ook voldoende helder beschreven is in de overeenkomst. Ja, dus het moet een uitgebreide offerte zijn waar dat duidelijk is waar dat je naartoe wilt gaan, hoe dat die adviesverleners dat stapsgewijs eigenlijk gaat invullen, wat dat er al dan niet tussentijds opgeleverd gaat worden en een begroting daartegenover. Wat dat gaat kosten. Ja, dus voilà. Ik denk dat daar inderdaad over gaat. Bij aanwerving ligt dat anders. Ja, want je kan pas starten met de aanwerving nadat het dossier is ingediend. Mm-hmm. Dus met een cv of een persoon zijn we niet zoveel. Eigenlijk willen we daar dan vooral zien op welke taakomschrijving het profiel dat je zoekt moet gaan invullen. Mm-hmm. Daarnet gezegd, het gaat over een strategisch profiel. Iemand die weegt op de beslissingen die je zal moeten nemen om jouw groeitraject te realiseren. Dus voor ons ligt het zwaartepunt niet zozeer op het opleidingsniveau of de ervaring dat het profiel heeft, of dat je graag vraagt, maar bij de verantwoordelijkheid dat eraan gegeven wordt. Ja. Om dat te kunnen aftoetsen, vragen we een vacaturebericht. Een vacaturebericht bestaat meestal uit een functiebeschrijving. Wat moet je doen? En een profiel. Wie zoek je daarvoor? Ja. Maar daarnaast ook een organogram. Bijkomend, ja. Bijkomend. Omdat een organogram aangeeft waar in de organisatie we het profiel moeten situeren. En dat vooral heel visueel maakt over welke eindverantwoordelijkheid die persoon zal beschikken. Ja. Bij bedrijven die startend zijn, nog weinig medewerkers hebben, is dat een heel vlak organogram? Is dat soms zelfs de tweede of de derde persoon maar die in de onderneming komt? Hoe wordt daarmee omgegaan? Op exact dezelfde manier als bij andere bedrijven. Dus het is geen probleem dat dat eigenlijk nog vlak is? Nee, het gaat over de eindverantwoordelijkheid. Ja. En als je een bedrijf hebt waar dat twee personen in werkzaam zijn, en die twee personen zitten op hetzelfde niveau, maar hebben een andere eindverantwoordelijkheid, dan is dat geen bezwaar. Ja, dan heb je een eindverantwoordelijkheid over, bij voorkeur in dit verhaal dan, het groeitraject dat je gaat realiseren. Ja. Het ogenblik dat je iemand gaat aanwerven om louter uitvoerende taken op te nemen, of dat we nu spreken over een beginnend bedrijf, dan wel een gevestigd bedrijf, derde generatie familiebedrijf, Dan zitten we met een moeilijkheid. Of dan matcht dat niet met het vierde beoordelingscriterium, namelijk de noodzaak aan strategische kennis. Waar loopt het hier mis? Het is wel belangrijk dat die projectbeschrijving voldoende helder beschreven is. Dus enerzijds aangeven wat dat je vandaag doet en wat dat verschil zal zijn met morgen. Twee, het stappenplan, het onderbouwd stappenplan. Ja. Ik denk dat dat wel belangrijk is, dat de horizon daar voldoende ruim is. En de horizon van het stappenplan, van de onderbouwde aanpak, wat dat we gaan beoordelen in het derde criterium, gaat verder dan het groeitraject. Mm-hmm. Het groeitraject zelf gaan we een korte periode subsidiëren. Een periode van 1, maximum 2 jaar. Maar als je als bedrijf een ambitieus groeitraject aanvat, ga je dat niet realiseren in die 2 jaar. Nee, klopt. Het onderbouwde stappenplan vraagt niet het stappenplan van het advies dat je adviseur gaat leveren. Wilt niet kijken naar wat dat je dit jaar gaat doen tijdens de subsidiabele periode of tijdens de subsidieperiode. Maar eigenlijk verwachten we daar dat je aangeeft wat dat je
gaat doen om het volledige verhaal te realiseren en hoe dat de subsidieaanvraag past in dat volledige verhaal. Ja. Ik zie daar in het rood ook nog staan die verklaring op eer na indienen. Kan je dat misschien toelichten? Ja, die verklaring op eer heeft een dubbele doelstelling. Mm-hmm. In de eerste plaats willen we zeker weten dat de subsidieaanvraag wel is ingediend door iemand die dat niet mag indienen voor het bedrijf. Ja. Maar je attesteert daar ook als onderneming, kijk, hè, ik neem hier de verantwoordelijkheid voor mijn bedrijf en ik verklaar dat hetgeen dat ingevuld is, correct is. Zodanig dat daar ook de subsidie op kan worden berekend en dergelijke meer. Een tweede reden, en die is wel niet onbelangrijk, is dat de verklaring op eer ook bepaalt wanneer jouw dossier wordt ingediend. Okay. Dus je kan alle documenten opladen, doorsturen. Je dossier is pas volledig ingediend als ook de ondertekende verklaring op eer wordt opgeladen via het webportaal. En die indieningsdatum is belangrijk, want je mag maar starten met jouw groeitraject, dus de persoon aanwerven of je adviseur aan het werk stellen, op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van indienen. Dus voor last minute indieningen, de laatste van de maand, is het eventjes opletten geblazen dat je effectief binnen die laatste dag van de maand alles kan opladen. Ja, dat is correct. Ja. Goed, het dossier is ingediend, is opgeladen, de datum is toegekend. Wat gebeurt er dan? Wel, dan moeten wij aan het werken. Dan gaan we aan de slag. We wijzen het dossier toe aan een dossierbehandelaar of een adviseur. En die persoon zal dan meteen met jou contact opnemen als je het dossier hebt ingediend. De dossierbehandelaar gaat dan je dossier screenen. Is het volledig, is het ontvankelijk? En je wordt dan uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. Tijdens die mondelinge toelichting wordt het dossier besproken. En op basis van die elementen wordt er dan een beslissing genomen en krijg je beslissing thuis geleverd in een brief. Maar als alles goed gaat, neemt je dossierbehandelaar of adviseur ook wel even contact op om wat duiding te geven. De beoordeling gaan we toch wel wat zaken toetsen. In de eerste plaats, we gaan niet starten aan een dossier als het niet volledig is. Het is mogelijk om een dossier in te dienen of om twee keer dezelfde bijlagen op te laden, etc. Daar fop je alleen jezelf mee, dus daar gaan we niet op in. Dat kijken we na, dat is redelijk snel. De ontvankelijkheid is eigenlijk een dubbele beoordeling. In de eerste plaats kijken we na of dat de ondernemer recht heeft om subsidie te krijgen, zoals het dan heet. Is de onderneming ontvankelijk? Waaraan moet je dan denken? Een aantal zaken die je ook uitgebreid op de website kan terugvinden. Dus het is de KMO-groeisubsidie. We geven steun aan KMO's volgens de Europese KMO-definitie. Ondernemingen in moeilijkheden kunnen gesteund worden. NACEBEL-codes, een heel moeilijk woord om te zeggen dat de primaire sector niet wordt ondersteund. Ja. Al de andere sectoren wel. Daarnaast kijken we ook naar de ontvankelijkheid van het project. Startdatum is cruciaal. We hebben het net gehad over de indieningsdatum en de verklaring op eer. Het is ook ergens logisch. Hè? We willen een aanmoediging geven om je groeitraject te starten. Als je groeitraject al gestart bent, een half jaar geleden, is er geen aanmoediging meer. Hè? Dus dat kunnen we niet meer subsidiëren. En dan toch ook een stukje zorgen dat de subsidie correct gebruikt wordt. En we proberen dat te bewaken door de onafhankelijkheid van de KMO en de expertise dat dan wordt ingekocht te bewaken. Hoe moet je dat zien? Wel, als je adviseur waarmee je gaat samenwerken, iemand is dat ook aandelen heeft in jouw bedrijf, of een bestuurder is, of een gelieerde vennootschap is, of misschien je broer of je zus is, dan gaan we dat niet steunen. Omgekeerd, of evenzo, als je een aanwerving gaat doen, en het gaat over iemand dat je voor het eerst in vast dienstverband gaat nemen, dat ook toevallig je zoon is, of de zoon is van de bestuurder, dan kunnen we daar geen subsidie voor geven. Over die onafhankelijkheid van consultant. In sommige gevallen hebben bedrijven al bijvoorbeeld voor één dag iemand in dienst om bepaalde taken uit te voeren. Komen zij nog in aanmerking voor de groeisubsidie? Worden zij nog als onafhankelijk gezien? Als het gaat over adviseurs wel. Mm-hmm. Dus je kan perfect boekhoudkantoor hebben, die dat al jarenlang jouw boekhouding doet en die je nu inschakelt om een bepaalde opdracht of een bepaalde analyse te doen in het kader van jouw groeitraject, daar is er geen enkel deontologisch probleem. Okay. Stel dat er iemand is dat al een tijdje voor jouw bedrijf werkt en dat je die nu wilt gaan aanwerven,
ja, dan spreken we niet over nieuwe expertise dat in huis wordt gebracht. Dus dan gaan we dat niet steunen. Okay. Goed, en dan komen we op de mondelinge toelichting. Wat kan de ondernemer daar verwachten? Wel, de mondelinge toelichting heeft eigenlijk tot doel om de context scherp te krijgen waarbinnen dat groeitraject wordt gerealiseerd. En je krijgt dan als ondernemer de mogelijkheid om toch wat meer elementen te vertellen die dan niet eenvoudig op papier te vertalen zijn. Dus meer de context te schetsen, de achtergrond mee te geven. Ja, waarmee dat ik absoluut niet wil zeggen dat die context niet in het aanvraagformulier moet staan. Maar het feit dat je in een directe relatie zit met jouw dossierbehandelaar dan, geeft toch de mogelijkheid om wat andere zaken mee te geven. Wie is er daarop aanwezig? Wel, jouw dossierbehandelaar en een medebehandelaar. Het zijn telkens twee personen die dat gesprek doen. En wie komt er daar naartoe? Wel, iemand van het bedrijf zelf dat de subsidie aanvraagt, uiteraard. Hè. En liefst iemand die dat een duidelijk zicht heeft over wat dat je als bedrijf gaat doen. En de consultant, als die ook een rol heeft binnen het groeitraject. We hebben daar liever geen presentaties, omdat de dialoog cruciaal is. Hè. We moeten kunnen vragen stellen. En wat wordt er dan bevraagd? Wel, die vier beoordelingscriteria. Ja. En de criteria zelf, we hebben het daar net over gehad, die zijn niet altijd zwart-wit. Mm-hmm. Wat dat voor bedrijf 1 absoluut een kantelmoment is, is dat niet noodzakelijk voor bedrijf 2. Ik denk dat dat ook de meerwaarde is voor het bedrijf en voor ons als administratie, is dat we daar de mogelijkheid krijgen om die appreciatie te geven dat nodig is om die beoordeling te doen. Op een correcte manier. Ja, om via het vraaggesprek de correcte beoordeling te kunnen gaan. Ja, en om na te kijken of dat het verhaal zoals het geschreven is, inderdaad een groeiverhaal is voor het bedrijf. Ja, of de onduidelijkheden weg te werken. Hè? Ja. Dat niet altijd eenvoudig is om helder op papier te zetten. Dat misschien wel helder in het hoofd zit van de ondernemer. En naar best vermogen neergeschreven is. Ja, dus maar daarom, het kan verder. Het is daarom ook mogelijk dat er bijvoorbeeld na de mondelinge toelichting soms nog gevraagd wordt van een aantal elementen op te leveren of zaken te verduidelijken die dan noodzakelijk zijn om tot een beslissing te komen. Ja. Dan hebben we de goedkeuring. Ja. En dan verwacht een bedrijf natuurlijk dat die subsidies komen. Klopt, hè. Die komen niet meteen. Mm-hmm. Je moet die aanvragen. Dat is wel niet onbelangrijk. Dus je krijgt de goedkeuring en dan ga je uitbetaling vragen. Wanneer en in hoeveel schijven? 2. Redelijk duidelijk. 50% bij de start en 50% aan het einde van jouw groeitraject. Eerste schijf bewijs je dat je gestart bent. Bestaat jouw groeitraject uit samenwerking met een adviseur? Dan stuur je ons een factuur om te bewijzen dat die adviseur gestart is. En als je iemand aanwerft, dan willen we zien dat die persoon aangeworven is. Hè. Dus dat toon je aan door een demoonaffiche en een arbeidsovereenkomst op te sturen. Ja. En dan betalen wij, Vlaanderen, de Vlaamse overheid, stort dan 50% van het totaal subsidiebedrag meteen op jouw rekening. Dus dat is eigenlijk voor het eerste stukje te kunnen betalen, maar ook een voorschot voor de komende maanden. Ja, dat klopt. De tweede schijf, de saldering zoals het dan heet, wordt opgevraagd binnen de 2 jaar na het moment van goedkeuring. Okay. Als je dat niet tijdig doet, dan vervalt je recht op subsidie en dan kan je daar ook geen gebruik meer van maken. Dus je moet de tweede schijf wel tijdig aanvragen. Wat verwachten we daar? Enerzijds bewijs dat je de kosten gemaakt hebt, de facturen van de dienstverlener of de loonfiches van het profiel dat je hebt aangeworven. En dan een eindverslag. Tel je daar ook niet te veel bij voor bij het eindverslag. Hè. We verwachten hier geen academische thesissen, eindwerken, eindverslagen. Eigenlijk willen we gewoon wat uitleg. Wat heb je gedaan? Wat heb je geleerd? En wat ga je nog doen? Ja. En een financiële toelichting. Wel, de financiële toelichting is natuurlijk om wat te kaderen, wat dat je ook gaat doen met je bedrijf. Hè. Het gaat over groei realiseren. En bij het indienen van je dossier heb je aangegeven wat dat jouw verwachtingen waren. Hè. Wat dat je wilde realiseren naar personeelsgroei, naar omzetgroei en naar bijkomende investeringen.
Wel, het financiële plan is eigenlijk die forecast, maar dan geactualiseerd. Is er daar een verschil? Is de ambitieuze groei nog ambitieuzer geworden? En ga je nog meer mensen aanwerven? Of is dat bijgesteld? En die rapportering, die zien we dan graag samen met de aanvraag tot de tweede schijf, tot bij ons komen. Ja, oké, prima. Misschien toch eventjes worst case. Stel dat je iemand aangeworven hebt en het werkt niet met die persoon. Maar je hebt daar wel subsidie voor aangevraagd. En je moet die persoon laten gaan. Wat gebeurt er dan? Wat moet je als ondernemer dan doen? Wel, er zijn twee mogelijkheden. We hebben een goedkeuring gegeven voor een profiel. Mm-hmm. Niet voor een persoon. Okay. Dat is belangrijk om dat in je achterhoofd te houden. Eigenlijk zeg je, ik heb hier een taakomschrijving. En om die in te vullen, is de subsidie goedgekeurd. Dus als die persoon je bedrijf verlaat, mag je daar gerust iemand anders voor aanwerven als diezelfde taak wordt opgenomen. Mm-hmm. Een andere mogelijkheid bestaat natuurlijk dat die persoon wel een aantal maanden werkt en zelf vertrekt. Hè. Ja. Na 8-9 maanden. Ja, dan gaan we de subsidie moeten beperken. Mm-hmm. En dan, dan is er ook meer de mogelijkheid om iemand nieuw aan te werven binnen de periode. En dan gaan we de subsidie beperken en dan wordt die pro rata de gewerkte periode herberekend. Belangrijk daar is waarschijnlijk, als er een verandering is, neem contact op met een dossierbehandelaar en die jou ook kan uitleggen welke stappen dat je best neemt. Cruciaal dat waarschijnlijk. Dat is sowieso regel nummer 1. Ja. Dat is ook de reden waarom dat dossierbehandelaar zich meteen kenbaar maakte. Ja. Als er vragen zijn, als er onduidelijkheden zijn, als je een uitbreiding wilt doen, is er één contactpunt en dat is jouw contactpersoon voor dit dossier. Ja. Oké, ik denk dat we hierbij aan het einde gekomen zijn. Je kan naast dit filmpje ook alle info terugvinden op de website van het agentschap Innoveren en Ondernemen. Je ziet daar ook een algemeen e-mailadres staan. Dat is een algemeen e-mailadres zodanig dat een adviseur onmiddellijk contact met jou kan opnemen. Of je kan ook via een algemeen telefoonnummer de mensen bereiken. Veel succes alleszins met je aanvraag. Zijn er nog bijkomende vragen? Dan weet je ons te vinden.